ja, flauwe vraag misschien, maar wat zijn jouw slechte gewoontes? Waar je van af hoopt te komen het volgende jaar? Mijn slechte gewoontes? Ach ja, een beetje minder snoepen, een beetje meer sporten, denk ik. Dus. Dat, ja. Oké. Naast je zit Denise de Ridder, hoogleraar psychologie bij het Self-Regulation Lab van de Universiteit Utrecht. Je hebt ook een boek geschreven, De Grote Voedselverleiding. Slechte gewoontes ook? Ja, die heb ik ook. Te weinig bewegen. Dat is een, misschien iets te kort slapen. Te hard werken. Te hard werken. Te hard werken. Kan ook een goede gewoonte zijn, ja, natuurlijk. Nou goed, mooi. Ik denk dat kijkers zich wel herkennen in dit soort slechte gewoontes waar we vanaf kunnen komen. Hoe, daar kun je dus je vragen over stellen. Dat kan via Twitter, hashtag labyrinth, of via de chat als je geen Twitter hebt. Eerste vragen zijn al binnen, dus we beginnen gewoon meteen. Ik zag een vraag van iemand die zich roker noemt. Wat kan je het beste gebruiken als vervanging voor een sigaret? Is dat aan mij? Ik denk het wel, ja. Afkomen van slechte gewoontes, ja. Ik heb me niet echt. Het vervelende van de roken is dat er ook een verslavende component aan zit. En dat is zowel zit een fysiologische verslaving, maar je zou zeggen ook psychologische verslaving. Veel mensen die gewoonte hebben, doen dat gedachteloos. En eigenlijk werd in de uitzending er ook al naar verwezen. Op het moment dat je een gewoonte wil doorbreken, moet je eerst inzicht krijgen in waar en wanneer wat omstandigheden zijn die je doen. En proberen dan een alternatief gedrag te bedenken. Dus als je, nou, veel begint dan met een dagboekje bijhouden bijvoorbeeld. Of ik geloof dat het Stivoro zelfs dat ook aanbeveelt. Dat je een tijdje bijhoudt wat je, wanneer je rookt. En na het eten of tijdens het werk of wat dan momenten zijn. Dat je probeert voor één zo'n relatief makkelijk moment een alternatief te bedenken. Ik kan natuurlijk niet zeggen dat je dan moet gaan snoepen. Want dat is dan weer een andere gewoonte. Maar je zou met een collega even kunnen praten of internet iets op internet doen. Dus zo kun je juist echt iets heel anders. Niet appels doen. Gaan eten. Of, nou, je zou ook appels kunnen eten. Het maakt iets wat je prettig vindt en wat je graag doet. Maar je moet het vervelende van het veranderen van gewoontes is dat het vaak, ja, je weet niet wanneer. Mensen zijn ook verbaasd. Bijvoorbeeld ook als het gaat om wat meer mijn terrein is eten. Dat wat ze allemaal opeten op een dag. En dat geldt ook voor roken. Je doet het zonder erbij na te denken. En je weet dus niet wat de uitlokkers zijn of wat de typische situaties zijn waarin je dat doet. Ja, dus je moet je eigenlijk een beetje bewust worden van de situaties waarin je je slechte gewoonte. Als je het wil veranderen, moet je je bewust worden van de situaties. Dan kun je er iets aan doen. En dan moet je eigenlijk zo snel als maar kan weer een nieuwe gewoonte maken. Want als het heel veel aandacht en energie kost, is het lang om vol te houden. Maar er is één moment waar je, zeg maar, nou, misschien, we hadden het net over die psychedelica, waar het eigenlijk ook ging over een open mind. Je moet een moment hebben waarin je inzicht hebt in je gedrag, probeert te krijgen. En dat aangrijpen om iets te veranderen. Ja, nou, die open mind, daar worden ook veel vragen over gesteld. D of die vraagt, wordt er in Nederland ook onderzoek gedaan naar deze vorm van therapie? Nou ja, in feite ben jij daar in ieder geval mee bezig, hè? Met ja, dit soort onderzoek? Ik ben bezig om een dergelijk onderzoek voor te bereiden. Dat is samen met mijn collega's, de professoren Schoevers en Aleman. En dat is een onderzoek wat zich zal gaan richten op de behandeling van depressie met lage doseringen orale ketamine. Dus niet geïnjecteerd zoals de meeste onderzoeken tot nu toe gedaan hebben, en maar ketamine, als een pilletje. Dus een psychedelische stof. Ja, het is een psychedelische stof, maar het is een stof die ook een geneesmiddel is. Alle ziekenhuizen ter wereld die zouden volgens de World Health Organization ketamine in de kast moeten hebben. Het is dus een hele nuttige stof. Oké, het is een psychedelische stof die in ziekenhuizen wordt gebruikt ja, al. Ja. Oké, je bent aan het kijken hoe je dat tegen depressies kunt inzetten. Ja, wij hebben een protocol geschreven waarin wordt beschreven hoe je dat zou kunnen doen op een veilige manier en op een wetenschappelijke manier. En waarbij dus ook heel veel nieuwe informatie wordt ingewonnen over wat er in de hersenen gebeurt en wat er ook eventueel met de persoonlijkheid en met de stemming natuurlijk gebeurt. En dat richt zich vooral op depressie. Ja. Ja, want Gijs Langkamp die vraagt, raak je dan niet verslaafd aan die geestverruimende middelen? En zo niet, hoe behandel je dan drugsverslaafden? Ja, dus het is eigenlijk raar, hè, dat je drugs gebruikt om verslavingen ja, tegen te gaan. Ja, nou is het zo dat de psychedelica over het algemeen niet verslavend werken. Het is zelfs zo dat de meeste psychedelica minder
effect hebben als je ze vaker gaat gebruiken. Dus als je zou zeggen van nou, ik vind LSD of psilocybine zo fantastisch leuk dat ik dat elke dag ga gebruiken, dan zul je merken dat anders dan bijvoorbeeld met heroïne of cocaïne of crack, dat steeds minder gaat werken. En dat je er uiteindelijk op dag 7 eigenlijk helemaal niks meer van merkt. Dus, gaan mensen dan juist niet meer nemen omdat het minder werkt? Dat werkt ook niet. Dat werkt ook niet. Dan werkt het ook niet. Nee, je krijgt dat effect niet terug. Je moet dus een pauze inlassen om dat effect weer terug te krijgen. Dus de meeste psychedelica die zijn wat dat betreft dus zelflimiterend in gebruik. Oké, dus je kan er juist niet verslaafd aan raken. Ja, en mensen die... Als je er te veel van neemt, dan werkt het niet meer. En dan moet je juist even stoppen. En En het is ook zo dat mensen die verslaafd zijn, dat die over het algemeen de psychedelica ook niet zo heel plezierig vinden. Mensen die verslaafd zijn aan drugs? Aan iets of, anders, ja. Die vinden het niet plezierig. Het is een ander soort ervaring. Een soort het is niet een ervaring die zich leent voor escapisme, zo gezegd. Je kan dus niet de wereld ontvluchten of jezelf ontvluchten met psychedelica. Mm-hmm. Dat gaat niet werken. Dat kan wel met heroïne, met cocaïne, met alcohol, met morfine. Los van jezelf zagen we net in de uitzending. Ja, maar je komt jezelf ook tegen met psychedelica. En je komt je eigen problemen ook tegen. En die kunnen ook enorm uitvergroot worden. Daarom zeggen we ook altijd, wat je ook gaat doen, ga psychedelica nooit gebruiken als je je niet goed voelt. Of als je in een dip zit. En jij gaat ze gebruiken tegen depressie? Nou ja, we denken dat dat een goed idee is. Omdat we dat natuurlijk gaan doen in een veilige omgeving. Met een therapeut waar een goede relatie mee is. En het wordt ook in een ziekenhuis gegeven. Als het uiteindelijk dus door kan gaan. En ik denk dat wel een goed idee is, ja. Ja, want dat is het idee. Dus dat je gaat naar een ziekenhuis en je gaat naar een soort van ruimte waar je dan even... Ja. En er is dan een arts bij. Hoe lang duurt zoiets? Ja. Ik weet het niet. Nou, het plan is nu om deze ketamine dan in een tabletvorm te gaan geven. Dit is dan in een gerandomiseerde klinische trial. En dan zouden mensen 3 weken lang, driemaal daags, een hele kleine dosis ketamine als een tablet slikken. En de gedachte is dan dat ze daar minder depressief van worden. En er zijn hele goede aanwijzingen dat dat gaat werken. De meeste studies die tot nu toe gedaan zijn, die waren wel met ingespoten ketamine. En dat werkt zeker. Dat is heel duidelijk. Er zijn tot nu toe iets van 150... Tegen depressie, dat is wel aangetoond. Ja, dat is aangetoond, ja. Er zijn 150 à 200 mensen met een behandelingsresistente depressie, die zijn behandeld met ingespoten ketamine. En die zijn dus na 2 uur zijn ze niet meer onder de acute effecten van de ketamine. Dus na 2 uur zijn ze weer helemaal wie ze normaal waren. Ze zijn weer zichzelf. Ze zijn weer... Dat is ook best een behoorlijke tijd. Ja. Klopt, ja. Maar dat is dus ook de tijd dat ze onder medische begeleiding moeten staan. En na die 2 uur zijn ze dus wel zichzelf. En ze zijn ook weer met de beide benen op de grond. Maar ze voelen zich een stuk beter. En dat effect, dat is in 1 studie, was dat na 10 dagen nog steeds aanwezig. Dus het is wel een hele... Zijn de depressieve symptomen dan verdwenen of is de depressie verdwenen? Hoe lang houdt het... Ik weet niet of daar een makkelijk verschil tussen te onderscheiden is tussen een depressie en depressieve symptomen. Nou, ik zou zeggen dat die ketamine, kan ik me voorstellen dat mensen zich prettig voelen of in ieder geval niet meer depressief. Maar dat effect van die ketamine verdwijnt na de trip, zo te zeggen. En wat gebeurt er dan? Komen die symptomen dan terug? Dus is er echt iets structureels gebeurd? Nee, er is iets structureels gebeurd. Je hebt het acute effect van de ketamine. Dat is een psychedelisch effect. Dat kan dus bij bepaalde doseringen kan dat leiden tot effecten zoals we die van LSD en psilocybine ook kennen. Maar die zijn na 2 uur volledig weg. En dan begint een antidepressief effect. En dat kan 10 dagen duren. Dus het is niet de trip zelf die antidepressief werkt, juist door die trip gehad te hebben, daarna zou je over je depressie heen raken, is het idee. Ja. Peter Middelkoop die vraagt, voelt toch wel een beetje als schieten met hagel. Is er al enig idee welke specifieke trip kan werken bij welke verslaving? Nou, als ik de uitzending goed bekijk, dan staat het allemaal nog een beetje in de kinderschoenen, of niet? Klopt, ja. Maar deze middelen die hebben wel bepaalde overeenkomsten. Ook al zijn ze niet altijd
hebben ze hetzelfde farmacologische mechanisme. Ze hebben vaak wel hetzelfde soort effect op de hersenfunctie. En ze zorgen ervoor dat de prefrontale kwab, dus de voorhoofdskwab, dat die actiever wordt. En dat die meer controle krijgt op de diepere hersendelen. En dat is wel iets wat consistent is met een depressie. En wat ook goed zou kunnen verklaren waarom het werkt. Omdat bij een depressie juist die prefrontale kwab, en dan vooral de dorsale kant, dus de bovenkant, die is onderactief. Ten koste van de diepere delen. De diepere delen zijn dus, die zijn actiever. En die hogere delen die hebben minder invloed erop. En we weten dat bij het acute effect van psilocybine, LSD, ketamine, dat die prefrontale kwab actiever wordt. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom het werkt. Dus die stoffen lijken wel in zekere zin op elkaar. Dus, ja. Dus het is in die zin niet schieten met hagel. Er is wel degelijk aangetoond zeg maar, wat er in de hersenen gebeurt en wat voor effect dat zou kunnen hebben. Ja. Er komen heel veel vragen binnen over psychedelica tegen allerlei aandoeningen. Maar ik wil ook nog even weten dat emotie eten wat in de uitzending voorbij kwam. Want jullie noemden allebei als slechte gewoonte misschien wat gezonder eten of zo. Wat is nou de beste manier? Want je zei in de uitzending ook in de praktijk je gewoontes veranderen. Dat is nog niet zo makkelijk, maar toch, met jouw deskundigheid? Dat was vooral als bruggetje bedoeld, geloof ik, naar de psychedelica. Want daarvoor waren wel natuurlijk een aantal suggesties gegeven hoe je gedrag kan veranderen. Nou, dat specifiek over dat emotie eten, begrijp ik, is de vraag. We hadden het net al even over inzicht. En veel mensen geven negatieve emoties de schuld. Omdat ze te veel eten of een andere misschien ook te veel roken of een andere slechte gewoonte hebben. Maar uit onderzoek blijkt dat eigenlijk negatieve emoties op zich niet leiden tot meer eten, wat vaak de gedachte is. Maar dat mensen een gewoonte ontwikkeld hebben dat als ze zich vervelend voelen, troosten ze zichzelf bijvoorbeeld met eten of een sigaret of alcohol of weet ik veel wat ze verder willen doen. En dan wordt het een soort zelfvervulling prophecy. Je voelt je fijner. Of minder onprettig als je dat troostmiddel gebruikt. Maar je kan ook iets anders gebruiken. Als je vindt dat je te dik wordt door steeds naar snoep te grijpen als je je vervelend voelt, kun je het ook door iets anders vervangen. Door te gaan joggen of als je bijvoorbeeld meer wil bewegen. Dus er is geen echte intrinsieke band tussen negatieve emoties en eten. Het is niet zo dat eten ervoor zorgt dat je je beter voelt, maar een gewoonte zorgt er eigenlijk voor dat je beter voelt. Ja, het is een soort. Soms kan je prettig voelen door eten, maar je kan je ook door iets anders prettig voelen. Het is meer een troostmiddel dan dat het echt een. Dat je door die stress van die negatieve emoties vanzelf meer gaat eten. En dat is, blijkt gewoon niet waar te zijn. Ja, en dan is de truc dus eigenlijk die slechte gewoonte vervangen door iets wat niet zo slecht voor je is. En dat je toch wel die troostgewoonte zeg maar erin houdt. Want dat hebben we dan blijkbaar nodig. En, Is het ook om zelf een beetje meer controle te krijgen over de situatie? Ja, er zijn allerlei gedachten over dat inderdaad. Of een copingstrategie dan is in psychologische termen. Maar je ziet dat als mensen die naar snoep grijpen om zichzelf te troosten, dat eigenlijk helemaal niet troostend werkt. Want ze weten van zichzelf een beetje dat ze excuus werkt. Dus ze voelen zich vaak juist schuldig. Ja. Als ze, dat betekent dat het werkt niet eens. Het werkt niet eens goed. Of heel kortstondig. Een vraag van de burgemeester, zeg toch even door, want er komen veel vragen binnen. Die wil weten, werkt een behandeling met psilocybine geen psychose in de hand? Het lijkt me gevaarlijk. Ja, het is niet voor iedereen een goed idee om dit te doen. Het is bekend dat mensen die al een beetje aanleg hebben voor ongewone denkbeelden, dat die wel erg in de war kunnen raken van psilocybine of andere hallucinogenen. Dat is bekend. Er is een redelijk percentage van de bevolking, van de normale bevolking, van normale functionerende mensen die aanleg hebben voor een psychose. Dat noem je in de psychiatrie ARMS, ARMS, At Risk Mental State. Mm-hmm. Dat zijn dus mensen die een beetje extra vagant zijn, een beetje excentriek en die aanleg hebben voor psychose. En die vaak zouden dus niet in aanmerking komen voor zo'n psychedelicum als therapie, zeg maar. Nee. Dan kun je dat testen van tevoren of zo? Is dat met een vragenlijstje of zo? Ja, daar zijn testen voor. Vaak hebben ze ook in de familie dan mensen die dus wel psychotisch zijn of borderline of iets dergelijks hebben.
En dat soort mensen, die kunnen er beter niet aan beginnen, denk ik. Nou, dus het is geen oplossing voor alle problemen in die zin. De wereldvreemde. Altijd, komt altijd jammer dat we die nog niet gevonden hebben hier. Het is geen magic bullet, nee. Gerrit Dikke, die zegt, de conclusie die in Labyrinth getrokken werd, dat iemand een kleiner stuk afsnijdt van een lekkere taart dan van een minder lekkere, die lijkt me gek. En Dikkie Dik heeft eigenlijk dezelfde vraag. Ik snap niet dat mensen een groter stuk nemen van minder lekkere taarten. Hoe zit dat? Dikkie Dik, dat is interessant. dat is inderdaad, het lijkt heel tegenstrijdig, wat je niet zou verwachten. Maar we hebben het een paar keer aangetoond, en het is ook in een Amerikaanse labs aangetoond, dat mensen, zeg maar, die bijvoorbeeld een doel hebben om gezond te eten, dat die, wanneer er een gevaarlijk iets is, dus een groot stuk taart, dat werkt als een soort alarmbel. Dat ze als het ware denken, ik zie een lekker stuk taart, ik moet oppassen, want ik deed aan de lijn. En eigenlijk zie je als gevolg daarvan dat ze onderschatten wanneer er niet zoiets lekkers voorbij komt. Dus je ziet dat met grote of lekkere taarten en minder lekkere taarten. Het zijn geen vieze taarten, het zijn nog steeds wel lekkere taarten, maar minder lekker. Je ziet het aan grote en kleine verpakkingen. Zie je ook wel zoiets. Taarten eigenlijk is het meer. Want ik neem aan dat de smaak inderdaad niet is. Maar ze onderschatten, als iets heel verleidelijk is, dan word je als het ware gewaarschuwd. Dus als je kunt je voorstellen, je doet aan de lijn en je loopt langs een bakkerij. Denk je, snel doorlopen, dan moet ik niet naar binnen gaan. En wanneer het, dus als iets echt heel verleidelijk is, dan zit er een soort waarschuwing in. En wanneer het wat minder verleidelijk is, dan ben je minder op je hoede. Nou, wij gebruiken die term alarmbel. En wanneer het dus niet zo lekker is of wat kleinere portie, dan denk je, er is niks aan de hand, dan kan ik best wel wat van eten. Het is geen bedreiging voor mijn doel. Dus we zijn eigenlijk een paar soesjes ten opzichte van een groot stuk taart of zo. Dat je die paar soesjes. Precies, één of twee soesjes en dan eet je er ongemerkt wat meer. Dus je bent minder op je hoede. Ja. Maar dat geldt natuurlijk alleen voor mensen die, het geldt niet voor iedereen, maar mensen die al zo'n doel hebben. Dan werkt een sterke verleiding als een alarmbel. En een minder sterke kan je verleiding beter omringen met hele grote zakken chips en hele mooi uitziende taarten. En dan... Precies. Dan is het waarschijnlijk dat je daar minder van eet. Interessant. Een vraag die meerdere malen gesteld is, onder andere door filosoof. Zijn er nog mensen nodig voor wetenschappelijk onderzoek? En ze hebben het daarbij over de proefpersonen voor psychedelisch onderzoek. Zijn het mensen die als onderzoeker of als proefpersoon mee willen? Ik denk als proefpersoon, dat vermoed ik, Nee, momenteel heb ik geen proefpersonen nodig voor dit soort onderzoek, nee. Maar hoe vind je eigenlijk proefpersonen voor dit soort onderzoek? Want normaal gaat dat via een advertentie. Ja. Maar het maakt niet uit wie, je zoekt dan gewoon wel mensen uit het land, zeg maar. Ja, je moet voordat je een onderzoek doet, moet je een uitgebreid protocol schrijven. Daarin staat precies wat je wil gaan doen. En dat protocol heb je ook nodig om goedkeuring te krijgen van de medisch-ethische toetsingscommissie. Ja. Je mag in Nederland geen onderzoek met mensen doen als dat niet is beoordeeld door een medisch-ethische toetsingscommissie. En in zo'n protocol staat precies beschreven wat voor soort mensen je zoekt. En ook hoe je die gaat vinden. Dus er staat bijvoorbeeld in, we zoeken rechtshandige mensen van 18 tot 60 jaar. Ze mogen geen metalen implantaten hebben, ze mogen geen persoonlijkheidsstoornis hebben, ze mogen geen dit, bla bla bla. Ze mogen dus niet vatbaar zijn voor die rare gedachten, zoals je het net formuleerde, geloof ik. Dus er staat een hele lijst met zogenaamde inclusie- en exclusiecriteria. En als dat protocol is goedgekeurd, dan kun je beginnen mits je geld hebt. Ja. En dan ga je adverteren. De vraag komt, want heel veel mensen die zien dan zo'n uitzending, die denken natuurlijk ook van, ik heb er ook ergens last van, of ik heb een depressie of wat dan ook, of ik heb een verslaving waar ik van af wil. Er is niet nu een plek in Nederland waar je kan melden van, probeer bij mij deze therapie maar eens, want misschien helpt dat wel tegen mijn verslaving. Nee, voor zover ik weet niet. Wij zijn op dit moment, hebben we geen lopend protocol. We hebben geen lopende studie met psychedelica. We hebben wel een andere studie met zwakke magnetische velden tegen depressie. Die loopt wel. Zwakke magnetische velden, als je dat nog wil uitproberen, dat kan wel. Daar kun je nog voor aanmelden. Misschien een vraag van Marjanneke. Waarom moet ik roken vervangen met iets anders? Ik kan toch ook gewoon stoppen? Gaan we weer terug naar de afkomen van je slechte gewoontes.
Uiteraard kan je ook stoppen. En dat is, maar je stopt als je roken vervangt door een andere gewoonte. Ik doe veel onderzoek naar eten. Je kan niet stoppen met eten, dus dan moet je het altijd vervangen. Ja, goed, je kan wel stoppen natuurlijk met chips eten. Met chips eten. Maar het stoppen met chips eten werkt beter als je iets anders kan eten wat je prettig vindt en wat gezonder is. Omdat er. Maar dat is makkelijker dan gewoon stoppen, zeg je eigenlijk. Ja. En ik denk dat je een activiteit, ook al is het een gewoonte, mensen hebben wel een soort reden daarvoor of het is een soort ritueel. Dus ik denk dat je het jezelf makkelijker maakt door op het moment dat je een pauze neemt of dat als dat roken gepaard gaat met een pauze, dat je dan iets anders doet waarvoor in de plaats stelt. In plaats van anders wordt het zo benadrukt dat je die sigaret niet meer in je handen hebt. Dus ik denk dat je als je het vervangt door substitueert door iets anders waar je iets mee om handen hebt, dat het je makkelijk maakt. Dat is een beetje een afleiding van het feit dat je iets niet meer mag of zo. Dat je... ja, anders is het inderdaad heel prominent dat er iets niet is. Je mag natuurlijk gewoon stoppen, Marjanneke, maar het blijkt gewoon makkelijker te gaan als je iets anders zoekt. Sissy Koolstra vraagt, hoe voorkom je de nare trip die iemand kan hebben tijdens het gebruik van psilocybine? Een bad trip. Hoe zorg je ervoor dat dat niet gebeurt tijdens dit soort... Ja, er is op het congres wat we net gezien hebben, georganiseerd door Stichting Open in Amsterdam, is daar een presentatie over geweest. Een van de dingen is door te zorgen dat je in een vertrouwde en ondersteunende en liefdevolle omgeving bent. En dat kan dus met, hopelijk met een therapeut of misschien met iemand anders, dat weet ik niet. En een andere methode is om heel laag te doseren. Het bleek dus dat bad trips veel meer voorkomen bij hoge doseringen dan bij lage doseringen. Terwijl die ervaringen die kunnen dus even ingrijpend zijn en even mystiek. Maar toch zijn de hogere doseringen hebben meer de neiging om slechte ervaringen op te wekken dan de lagere doseringen. En duurt het dan minder lang of zo bij een lage dosering? Dat nog niet zozeer, nee. Nee, maar de overweldiging is groter bij een hogere dosering. En dat kan aanleiding zijn voor nare ervaringen. Ja, maar de truc is dus, zorg dat je in een veilige omgeving bent. Dus wat jullie doen met patiënten of wat jullie straks gaan doen wellicht is... Een veilige omgeving? Nou ja, we hebben het in het programma ook gezien. Een huiskamerachtige omgeving. Een lekkere, relaxte bank. De scanner zagen we ook. Dat is een minder leuke omgeving. Maar je zag ook dus dat bij het eerste filmpje, dat was een hele klinische omgeving. Hè? Er was een dokter in een witte jas. En die zei ook al dat een beetje onzinnig gegiegel was. Dat is niet wat ik beschouw als een ondersteunende en empathische arts-patiëntrelatie. Dat oude onderzoek bedoel je, uit de jaren 50 of 60, wat zal het zijn geweest? Ja, 60 waarschijnlijk. Ja. Dus dan werkt het niet. Want weten we iets over dat onderzoek wat toen gedaan is? Want dat is toen blijkbaar stopgezet, hè? Want dat mocht niet meer. Want mensen gingen rare dingen doen met die psychedelica. Ja. Ja. Maar is daar toen wel wetenschappelijk iets interessants uitgekomen eigenlijk? Wat we nu aan het ontdekken zijn? Ja, wel. Alleen de methodologie van het klinisch onderzoek is ondertussen heel erg vooruit gegaan. We hebben steeds betere manieren om dit onderzoek te doen. En ja, men moest toen toch nog heel veel leren. Ik wil niet pedant klinken, maar we weten nu wel meer dan toen in de jaren 60, 70. En we weten ook natuurlijk dat er een paar valkuilen zijn, zoals bijvoorbeeld Tim Leary, die hoogleraar was bij Harvard. En Timothy Leary, die uiteindelijk mensen aanmoedigde om te stoppen met werken en op blote voeten te gaan lopen en je haar te laten groeien. En die een soort van goeroe en rokkenjager werd. Dat is ook een valkuil. Ja. Dan moet jij nog eens oppassen met je onderzoek. Voorkom dat je een goeroe wordt. Even een ander soort vraag. Paula Mommersteeg vraagt over zelfregulatiegedrag. Bestaat depressie ook uit geconditioneerd gedrag wat actief aangepast kan worden, zoals eetgedrag? Ik moet even de vraag goed over zelfregulatiegedrag. Bestaat depressie ook uit geconditioneerd gedrag wat actief aangepast kan worden, zoals eetgedrag?
Ja, dus eigenlijk, we hebben het gehad over hoe kom je van je slechte gewoontes op het gebied van eten af. En kan je inderdaad op dezelfde manier van je depressie afkomen? Ik denk dat ze dat bedoelt. Als ik de zou depressie geen slechte gewoonte noemen. Dat lijkt me wat te ver gaan. Dus, maar goed, bestaat het ook uit geconditioneerd gedrag? Daar heeft ze het eigenlijk over. Hè? Ja, dus ja, toch als een soort gewoonte inderdaad. Er zijn wel theorieën over, hè? Dat het een soort van learned helplessness zou zijn. En dat mensen in bepaalde situaties of in een bepaalde gezinssituatie misschien leren dat als ik me een beetje terugtrek, dan krijg ik extra aandacht. Ja, ik denk dat je hier een onderscheid moet maken tussen zeg maar, mensen die somber zijn of learned helplessness en meer de echte pathologie, een depressie. En ik denk bij de sombere vormen dat ja, bij... Je kan je terugtrekgedrag of je niet communiceren. Dat kan een soort routine worden, waardoor het moeilijker is om het anders te maken. Ik denk bij dat soort alle aangeleerde routines of ingesleten routines kan het nuttig zijn om aan zelfregulatie te doen, wat meer inzicht te krijgen en bepaalde dingen te veranderen. Maar ik zou niet zo ver durven gaan dat zeg maar een stevige, echte depressie, dat zou ik bagatelliserend vinden om dat als een soort gewoonte te zien. Ja. Misschien zijn er elementen in het gedrag die zeg maar, het moeilijker maken. Dus je terugtrekken, waardoor je misschien nog somberder voelt. Dat je die dat soort elementen kan aanpakken om er langzaam uit te komen. Dat ondersteunend kan zijn. Maar het heeft geen zin om tegen een zwaar depressief iemand te zeggen van... Ga jij eens even lekker niet thuis zitten, maar hup de wereld in. Op, ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, dus het zijn meer de dingen eromheen, zeg maar, die misschien die depressie niet helpen, zeg maar. Dat zou je kunnen aanpakken, maar je pakt het niet met... Het zou ondersteunend, nou, net zoals bijvoorbeeld ook bij veel chronische lichamelijke aandoeningen ook. Nou, je kan, kunnen mensen medicatie krijgen, maar er komt altijd wat gedrag bij kijken. Als je beweegt en gezond eet en gezond leeft... Helpt dat? En dat is dan allemaal ondersteunend. Maar dat pakt niet de ziekte zelf aan, om het zo te zeggen. Niet de depressie zelf mee bij de hand. Jules vraagt, is bij mensen met meer zelfbeheersing het zelfbesef ook beter ontwikkeld? En daardoor minder verslaving? Dus op het moment dat je inderdaad niet die slechte gewoontes hebt of niet die verslaving hebt, betekent dat je dan ook een beter ontwikkeld zelfbesef hebt? En ik vermoed dat hij daarmee suggereert dat je met die psychedelica... een beter zelfbesef misschien zou ontwikkelen... waardoor je van je verslaving afkomt. Zou kunnen. Zou goed kunnen. We weten... Ja, ik ga maar weer even in mijn eigen stramien het over de hersenen hebben. We weten dat een deel van de hersenen... de posteriore cingulate gyrus... dat die heel veel te maken heeft met... ja, dat is een gebiedje ergens hier ongeveer zo tussen mijn vingers. En dat heeft heel veel te maken met je zelfbeeld... en met je eigen autobiografische database... En dat is absoluut een gebied wat sterk reageert ook op psychedelica. En wat ook blijvend ietsje actiever wordt na zo'n sessie. Dat weten we wel uit neuroimaging onderzoek. En voor de rest, ja, en misschien dat je als psycholoog er nog iets over wil zeggen. Nou ja, er worden eigenlijk twee vragen gesteld. Want ik hoor ook nog iets van wilskracht ertussen. En nou kijk, wilskracht is een soort overtuiging. Zelfbeheersing. Ja, zelfbeheersing. Dat je op pure discipline... gedrag kan veranderen, dat blijkt heel moeilijk. Want wilskracht, zeg maar, is een heel nuttig iets, maar het raakt snel uitgeput. Dus mensen die op wilskracht vertrouwen, vergeten eigenlijk andere strategieën te ontwikkelen die veel slimmer zijn. Dus wilskracht, dat kwam ook al even aan de orde bij de uitzending, moet je als een soort noodstrategie. Als je alles hebt uitgeprobeerd, dan kan je op wilskracht die snoepjes laten staan. Maar daar moet je niet mee beginnen, want dan eindig je geheid met veel snoepjes eten. En zelfbeeld is natuurlijk iets anders. Het is heel interessant. Zijdelings komt aan de orde dat mensen inzicht hebben of weten wie ze zijn of een bepaald beeld van zichzelf hebben. Open mind, ja, die term heb ik maar even genoemd over die ervaring. Dat blijkt toch, dat is een beetje ziek als de verbindende factor tussen zeg maar, twee verschillende invalshoeken. Kennelijk kunnen mensen, als ze meer weten wie ze zelf zijn, of begrijpen wie ze zijn, of denken dat ze weten wie ze zijn, kan dat wel helpen om gedrag te veranderen. Ja, of in de gaten hebben wanneer je welk gedrag vertoont, wat natuurlijk allemaal een beetje in dezelfde hoek En zelfbeeld, zelfbeeld kan goed of slecht zijn. Dus ja, en ik weet niet per definitie, als je meer inzicht hebt, hoeft alles vanzelf beter te gaan. Maar misschien ontstaat er wel een soort
mogelijkheid om iets te overdenken. Of misschien is dat niet echt heel erg redeneren, maar de Engelsen zeggen zo mooi opportunity of window of opportunity. Dat je opeens kan denken dat er iets anders gaat. Ik weet niet of dat ook... Dat je een mogelijkheid ziet die je eerst misschien gewoon niet... Het intrigerende mechanisme vind ik van die psychedelische ervaring of een open mind hebben is dat... Ja, kennelijk hoef je niet eens zoveel anders te doen. Hoef ik ook nog niet iets aan te bieden. Maar ontstaat er toch iets waardoor mensen kunnen veranderen. Ja, ik wil even zeggen dat we vrijwel door onze tijd heen zitten. Dus als je nog een prangende vraag hebt, stel hem nu. Want dan komt hij misschien nog langs. Carlos die vroeg nog, is wilskracht uiteindelijk niet het meest bepalend in het wel niet slagen van het stoppen met de slechte gewoonte? Nou, daarvan zeg je dus eigenlijk nee. Ja. Daar kunnen we dan kort maar krachtig op antwoorden. Luna vraagt, worden er tijdens het trippen ook nieuwe verbindingen in de hersenen aangelegd? Dat vind ik wel interessant. Verandert er ook daadwerkelijk iets in je... Ja, er zijn heel duidelijke aanwijzingen dat die trips inderdaad zorgen voor een tijdelijke verandering in de activiteit van de hersenen. Maar dat die ook een soort spoor achterlaat. En dat kun je natuurlijk heel makkelijk nagaan door het simpele feit dat je je dingen herinnert uit die trip. Dus je hebt een geheugen aan die trip. Dus dat is al een bewijs dat er iets in de hersenen veranderd is. Ja, Oké, maar dat is dat je iets onthouden hebt, dat is toch niet per definitie dat je echt je hersenstructuur zeg maar verandert? Of? Jawel. Ja, dat betekent dat er andere synaptische verbindingen zijn. Want het geheugen werkt door middel van nieuwe of andere synaptische verbindingen. En daarbij komt ook dat we met bijvoorbeeld ketamine vrij zeker weten dat er een stofje vrijkomt, namelijk BDNF. Wat de uitgroei van nieuwe neuronen en of de uitgroei van oude neuronen stimuleert. Dus er is ook een soort groeifactor die vrijkomt tijdens die trip met ketamine. Dus ja. Tijdens die trip, maar daarna dan, behalve dat je die ervaring hebt opgeslagen in je geheugen, zijn er nog dingen... Werken je hersenen daardoor anders? Of? Ja. Hersenen werken anders. Dus die, wat ik zei, die bovenkant, die dorsale prefrontale cortex, die wordt actiever ten koste van de diepere delen. Dat is iets wat langer aanwezig blijft. Ja. Maar niet structureel, hè, zeg je. Dat duurt langer, maar... De hersenen veranderen continu structureel. Als je een week op vakantie bent geweest en je hebt... Continu structureel veranderen. Ja, de structuur van de hersenen verandert continu. Ja. Zoals wij hier zitten, is onze structuur van onze hersenen aan het veranderen. Ja. En de mensen denken, ja, maar dat is slecht. Nee, dat is helemaal niet slecht. Want het veranderen van die structuur maakt juist dat je flexibel bent en dat je je kunt aanpassen aan de omgeving. Als je een week op vakantie bent geweest en je hebt niet getypt, dan wordt het hersenstukje wat jouw handen bestuurt een heel klein stukje kleiner. Dat is aantoonbaar. Dat loopt meteen terug. En als je dan weer aan je werk gaat, dan wordt het weer groter. Zo snel gaat dat. Ja. Hersenen zijn ontzettend plastisch. Ja. Misschien nog even voordat iedereen nu thuis gaat proberen om zijn hand te leggen op paddo's en LSD. Dit is iets wat alleen maar werkt op het moment dat je onder behandeling staat. Of denk je dat je dat ook zelf met zelftherapie kan bereiken, dit effect? Nou, dat zou ik niemand aan willen raden. Maar ik sluit niet uit dat het kan. Nou, ik sluit het niet uit. Ik denk dat je, als je echt een probleem hebt, dat je bij een dokter moet zijn. En dan, ja, misschien is dat een dokter die zegt, ik ga jou behandelen met dit reguliere medicijn of met een wat minder regulier medicijn, magnetische velden of ketamine of wat dan ook. Dat kan, maar als je echt een probleem hebt, dan moet je bij een dokter zijn, denk ik. Dan moet je niet zelf gaan experimenteren. Goed, dus je verwacht nog niet meteen een nieuwe revival van de jaren 60 psychedelica? Nou, ik hoop dat we er slim mee om kunnen gaan en dat we er de menselijke conditie mee kunnen verbeteren. Nou, we gaan het zien en horen. Hopelijk ook in Labyrinth. Dankjewel Ruud Kortekaas en dankjewel Denise de Ridder. Dankjewel Bonnie Vloed voor de selectie van de vragen. En vergeet niet om mee te doen aan het stressonderzoek, het Groot Nationaal Onderzoek. Vorige week was er een technisch probleem waardoor je niet mee kon doen, maar nu draait het allemaal weer, dus doe daar vooral aan mee. Zondag is er wel weer Labyrinth Radio, maar Labyrinth TV is er pas weer op zondag 20 januari. En let wel op zondag, niet meer op woensdag. En dan gaat het, die slechte gewoontes waar we het nu over gehad hebben, die kunnen leiden tot zwaarlijvigheid. En zwaarlijvigheid kan weer leiden tot Alzheimer. Daar gaat de komende Labyrinth over. Zonder napraat, maar niet minder interessant. Dus kijk vooral. Dank jullie wel.